Gelukkige neermist, gelukkige familie. Wij hebben u al lang gekend. Steeds bent u voor ons allemaal Jantje ofwel Jan Verhoeven geweest. Wij hebben u altijd gekend als iemand die bij ons hoorde. Toen u naar het college ging, voelde u zich niet beter dan anderen in onze buurt, die van dit voorrecht verstoken bleven. U bleef een van de onze. U bent dat immer gebleven. Ook toen u tijdens uw hogere studies op de vakantie kwam. Dan wordt het voor ons wel eens moeilijk om een goede benaming voor u te vinden. Jantje paste niet meer, dat voelden we wel aan. En Jan deugde eigenlijk ook niet. Want dan schoten we tekort in onze eerbied ten opzichte van het habit dat u droeg. Gelukkig heeft u het voor ons altijd gemakkelijk gemaakt. U wilde geen andere benaming horen dan Jan. Van de ene kant zou ik niets liever doen dan heel gewoon met u praten. Van de andere kant echter zijn we er ons ten volle van bewust dat u door de wijding tot het heilig priesterschap ver van ons bent afkomen staan. U bent priester. Door uw wijding bent u raadgever, genezer geworden en boven alles, u bent bemiddelaar geworden tussen de mens en God. Voortaan zullen de mensen u hun grootste geheimen vertellen, omdat ze weten dat ze bij u veilig zijn en omdat ze van uw hulp in hun moeilijkheden verwachten. Door uw priesterschap bent u heel dicht bij ons komen staan, maar tegelijkertijd ook heel ver van ons af. Wanneer ik u vandaag namens de buurt toespreek, dan wil ik in u de priester eren en huldigen. Het hoeft geen nadere verklaring dat priester zijn in onze moderne wereld geen gemakkelijke taak is. Wij buurtgenoten gaan er trots op dat u deze verantwoording hebt aangedurfd. Daarom vieren wij vandaag feest. Daarom hebben wij kosten nog moeite gespaard om u vandaag in waardige ontvangst te bereiden. Weet dat wij dit met plezier gedaan hebben en dat wij evengoed als uw familie vandaag met blijdschap vervuld zijn. Omdat wij graag hebben dat u deze dag van onze vreugde nooit zult vergeten, bieden wij u naast onze hulde en gebed ook in zichtbaar blijk van onze blijdschap aan. We weten dat het altijd moeilijk is iemand iets te geven dat hen onder gegeven omstandigheden het beste van pas komt. Wanneer wij vandaag onze hulde aanbieden, dan betrekken we daarin ook uw familie. U hebt veel moeten meemaken, ik wil hier niet verder op ingaan. Het spreekwoord, na lijden komt verblijden, heeft voor u vandaag toch wel een heel bijzondere zin gekregen. Ik bied u ook onze gelukwensen aan en hoop dat u zeer veel vreugde zult beleven aan uw priesterzoon en broer. En laat ik eindigen met deze woorden. Vandaag zit Monsieur Bos in al zijn gemoedelijkheid in een hoge hemel te lachen van vreugde, omdat een van zijn familieleden een feest viert dat de kerk tot eer strekt en zijn familie en de buurt tot grote dankbaarheid. Gelukkige neermist, mag uw leven rijk zijn en vergeet ons, uw buurtgenoten niet. Dank u voor uw aandacht. Na het welkomstwoord van Harry Bos antwoordde Jan. Beste buurtgenoten, het is voor mij nou natuurlijk een beetje moeilijk om met al deze plechtigheid, met al deze hulde, met al deze bloemen en bogen en met al deze mensen om me heen een fatsoenlijk en vooral een afgewerkt woordje te spreken. Ik ben eigenlijk te ontroerd om iets officieels naar voren te brengen, maar ik wil van de andere kant toch graag zeggen wat ik momenteel beleef. Wat ik momenteel beleef, dat is vooral een gevoel van kleinheid. Ik voel me ontzaggelijk klein nu de buurt hier mij als priester eert. Ik die toch gewoon Jan ben hier uit de buurt, een gewone jongen zoals allemaal. En die nu priester gewijd ben en daardoor eigenlijk van jullie ben komen afstaan. En van een andere kant helemaal geroepen ben om juist voor de mensen te zijn, waar ook ter wereld. Toch ben ik geweldig blij dat hier dit feest zo uitbundig en zo echt op zijn Brabants wordt gevierd. Want als we hier feest hebben en als hier hulde wordt gebracht, dan is het niet op de eerste plaats voor mij, dan is het op de allereerste plaats voor de mensen die achter mij staan. En ik bedoel hier vooral mijn eigen vader en moeder. Het zijn zij die eigenlijk met dit feest van deze priesterwijding echt iets bereikt hebben. Het zijn zij die echt hulde verdiend hebben. Het zijn zij die echt geëerd moeten worden. Voor mij is het eigenlijk een eerste stap, het allereerste begin. Ik heb nog niets gepresteerd en ik moet nog bewijzen wat ik waard ben. Het is voor mij slechts een begin. Maar ik ben blij dat het deze hulde is. Ik ben blij dat het deze vreugde is. Dat het deze bloemen zijn en deze bogen.
Vooral voor mijn vader en moeder en ook natuurlijk voor mijn broer en mijn zusjes. Graag wil ik nu op speciaal dus het woord van Harry Bos bedanken. Bedanken vooral voor de sympathieke manier waarop hij mij heeft toegesproken, voor de gewone manier die wij hier in de buurt gewend zijn. Harry, hartelijk bedankt. Ik wil natuurlijk ook iedereen die hier aanwezig is en iedereen die achter de schermen hebben meegewerkt om dit feest te doen slagen, van harte te bedanken. Ik denk hier aan de mensen die voor de versiering hebben gezorgd maanden en maanden lang. Ik denk hier aan de rijvereniging die daar staat. Ik denk aan de zang van de dames van het Loo. Ik denk aan het versje van Gianni. En ik denk aan alle mensen die, zonder dat ik ze ken, hebben meegewerkt om van dit priesterfeest iets onvergetelijks te maken voor mij en vooral ook voor mijn vader en moeder. Nogmaals dank ik u allen. En ik wil dan graag besluiten met in te haken op het woord van Harry Bos en te beloven dat ik echt in mijn gebed als priester, in mijn priestergebed, nooit de buurt van het Loo zal vergeten. En dat zal gemakkelijk zijn, omdat je natuurlijk nooit je vader en moeder vergeet en je broer en zusjes. En met je vader en moeder, met je broer en zusjes, is steeds de buurt van het Loo hecht verbonden. Tot slot wil ik u dan als dank, want ik meen dat dit toch echt een priesterlijk dankgebaar is, u mijn priesterlijke zegen geven. Benedictio Dei omnipotentis, patris et filii et spiritus sancti, descendat super vos et maniat semper.